Een hele goede dag, dames en heren. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Kantine Praat. Mijn naam is Jamil Mensa. Ik ben weer met Tim. En on the left we have the one and only Maxi. Yes, en vandaag zijn we met big game player Myron Boadu. Love dat je er bent, man. Thanks for having me, bro. Yes, we gaan het weer hebben over het EK, jongens. Ja, man. Ik wil beginnen met groep F, man. Ja, man. F van failure, man, bro. Ja. Iedereen ligt eruit. Wow, maar. Frankrijk naar huis, Duitsland naar huis, Portugal naar huis. Ja, man. Wat zeg je, Pim? Ja, man, ik verbazingwekkend. Ja, eens. Maar gezien het toernooi eigenlijk niet. Daar wil ik straks op komen, Maxi. Maar kijk, als je zo kijkt, eigenlijk is het niet van. Want tegen elkaar zo spelen, misschien heeft het er ook gesloopt, man. No cap. Hé, hey, ja, ja. Hier zeg je iets. Hier zeg je iets. Ja. Oké, okay, laten we. Het heeft me wel pijn gedaan, want er zijn nu al een aantal flair-mannetjes eruit. Ja. Een aantal flermannetjes. Ik kan niet meer van Pogba genieten. Bro, CR is weg. Pogba is kottie. Inderdaad. Laten we het hebben over de laatste wedstrijd van Pogba. Frankrijk tegen Zwitserland. Wat vond je van die wedstrijd, Mario? Hij heeft echt laten zien dat hij... Dat pasen van hem is echt niet normaal, man. En zijn trap is gewoon anders, man. Is anders. Bro, was pesten. Bro, die dropkick pass. Bro. Ja. Die met buitenkant. Hé, hey, bro, die man heeft te veel dingen gehad. Bro, is hij heeft te veel dingen gehad deze toen. Zit hij top 3 beste middenvelders? Wat zeg jij, Mario? Van... De wereld? Of... Moet die constante zijn, denk ik. Oké, okay, hier zeg je iets. Ik zie je denken, man. Maar als hij dit doet... Ja, dan is het wel. Bro, ja. Wie zou het boven hem zetten? KDB. Alleen KDB. KDB. Hij is de enige. Maar als hij het doet... Omdat KDB wel, weet je toch, ja, constant. KDB verandert echt een game, hè, ja, als hij komt. Ja, klopt. Pogba, niet dat Pogba dat niet doet, maar KDB echt. Je ziet gewoon duidelijk bij België als hij inkomt, die Kima die... Tegen wie was dat? Tegen Denemarken. Tegen Denemarken. Hij draait direct... Nee, man. Hey, man. Dan, als hij zijn ding doet, zoals deze toen hij dus, zeg maar, dan... Ja, dat is het enige die boven hem zet is KDB. Die wilt hebben over Modric. Als je naar dit toernooi kijkt, kan je Modric ook wel. Die man heeft het ook wel geregeld bij Kroatië. Modric, dat is echt. Af en toe zeggen, ja, he plays on experience. Bro, weinig meters, bro. Weet toch, bro, maar die man is ook anders. Ja, hij is anders. Hij buiten kan staan alsof het als gewoon voor zo biedt. Maar oké, dat hij die Ballon d'Or had gecatcht dat jaar. Vinden jullie nu van ja? Ik snap het wel. Ik zeg eerlijk, nee maar. Nee, die moest naar CR. Nee, dat snap ik niet. Dat is wel iets. Die moest naar CR. Ik hoor het daar. Is hetzelfde als die van 2004. Die moest ook naar Harry. Die ging naar Redfet. Klopt. Laten we het hebben over die wedstrijd zelf, boys. Laten we het hebben over. Jongboel. Laten we het hebben over die wedstrijd zelf. Zwitserland-Frankrijk. Zwitserland komt 1-0 voor. Seferovic komt die bal erin. En toen daarna ging Frankrijk opeens lopen. Ja, maar mijn jongen ging dat doen. Benzema ging het Big Benz. Big Benzema. Wauw. Anders, man. Ik had het met jou erover. Ik wil die vraag ook stellen. Vind je niet, als spits zijnde, kijk, ik voel die man te veel, hè, Benz. Ik heb die man te veel gehad deze toernooi. Maar vind je niet dat jij gewoon... Hij moet meer in die punt staan, man. Soms heeft hij gewoon... Hij bijt te veel uit naar de zijkant. Maar zo speelt hij ook bij Real. Hij wil gewoon die bal aanraken. Nee, dat snap ik. En zijn eigen kans creëren, zeg maar. Dat snap ik. Maar je zag wel duidelijk bij die goals die hij maakte. Dat waren gewoon precies die momenten dat hij gewoon in de punt stond. Ja, hij moest wel wat vaker in de punt. Ik vond wel dat hij te veel die bal ging ophalen. Ja. Ik hoor dat wel. Maar aan de andere kant, als je met Griezmann speelt, dan hoort hij dan die punt in te duiken, toch? Ik begrijp het, maar Griezmann begrijpt die top. Ik begreep het daarin. Hij zegt gewoon, hij heeft geen voetbal gehoord. Nou, dat zeg ik niet. Maar Griezmann is mijn guy. Maar ik ben van Barca, maar sinds hij bij ons, ik weet niet wat hij doet, man. Ja, maar hij was ook weer niet, hoor. Echt niet, hè? Nee, man. Zelfs als Kylian. Ja, man. Maar Kylian is wel iemand die altijd verschil kan maken. Boeit niet of hij slecht is. Tuurlijk. Ik hoor dat. Tuurlijk, maar laat hij dat moeten doen. Hij heeft dit EK heeft dit wel echt laten liggen, man. Maar duik in het hoofd van Kylian. Je speelt niet een denderende wedstrijd. Zou je die laatste penna nemen? Ja. Ja? Ja. Ik weet precies wat hij dacht. Hij dacht gewoon van... Ik ga het goed maken. Iemand van Zwitserland gaat missen. En dan kan ik die vijfde nemen. Maar toen, ja. Niemand miste. Hij dacht van, Ja, nu moet ik het doen. Ja, gaat het mis. Was die penalty slecht genomen? Ja, man. Die penalty was slecht. Ja, man. Die was te pakken, bro. Was weinig zo over, bro. Sommer. Klopt. Hij is klein. Hij is een dwerg. Dus eigenlijk had hij nog meer in die hoek moeten drukken. Hij moet laag. Hij was een beetje op middenhoog. Hij was geen goede hoogte. Of hij zoals Pogba moeten nemen. Hé, wat? Jezus. Dat is ook weer een penalty. Dat slaat echt zo.
belachen. Bro. Heb je een vaste hoek? Ik? Nee, niet echt. Eh? Ik had wel altijd een vaste hoek, maar ik heb één keer gemist. Misschien weet je dat nog. Weet je dat niet meer? Tegen wie? Tegen Jaxie. Ja, ik heb tegen Ajax gemist, man. En toen, ik schoot altijd linksonder. Ik schoot hem naast, zeg maar. Die game, laatste minuut van de Champions game. En toen heb ik het helemaal veranderd. Nu is het gewoon, ik kies gewoon. Ja. Bro, je mag missen tegen een grote. Je hebt goede statistieken tegen grote teams. Ja, ik heb wel prima statistieken. Ja, toch? Yeah. Volgens mij 10 goals tegen 12 wedstrijden. Tegen 10 goals. Vullen we tegen 5 spelen? Gaat het pik? 5. Ja, broer. Ja, broer. Ja, broer. Je zit naast de Ajax City hier zo. Ja, dus plaaggeest is hier voor jullie, bro. Ja, man. Nou, ze hebben ons dit jaar wel gepakt, man, bro. Ik zeg je eerlijk. Kan gebeuren, man. Kan gebeuren. Weet je waarom niet aan, maar. Volgens seizoen kampioen met AZ? Dat is wel de doelstelling, man. Hè, Maxi? Je zegt het Maxi! Nee, is wel een doelstelling. Ik ga niet veel liggen kijken. Ja, als ik weet niet wie allemaal weggaat. Ja, ik... als die groep blijft, wat voor Jansen, hij heeft niet slecht gedaan. Nee. Nee, man. Ik zie wel dat ik die boys begrijp, dat jullie begrijpen. Hij begrijpt het wel. Dus als, ja, maar je moet kijken wie er wil blijven en wie wel gewoon. Niet hier, daar. Als die groep blijft... Ik zie... PSV doet wel herrie op die transfermarkt. Ja, maar dat dacht we vorig jaar ook. Ja, ik hoor je. Door. Ik denk dit jaar kan het wel. Maar ze doen wel herrie op die transfermarkt. Dit jaar is wel, ja. Dit jaar is anders. Je moet kijken hoe Van Ginkel terugkomt. Prupper is er ook nu. Hij heeft een paar games niet gepleit. Dus je moet kijken, man. Hij is gretig dit jaar, bro. Hij wil mee naar WK, toch? Ja. Dat van, man. Maar iedereen wil mee. Als die groep van jullie bij elkaar blijft. En, why not? En het loopt niet bij die andere drie. Oh, andere drie? Kijk, mij ben ik een beetje benieuwd. Ik ben hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Nee, maar jij hebt anders wat gehad. Ja. Hij kan het regelen, toch? Hij kan het door. En, ja, als er iemand is die het kan regelen, zijn. En precies. En ik zeg eigenlijk, Dick heeft... Hij speelde te behouden. Van en dat ga jij niet doen. Maxi, nee. Van water kan je geen vuur maken. Ik begrijp dat. Bro, ik begrijp dat. Maar hij kan wel van water vuur maken. Ja, maar... Het zou gewoon kunnen. Hij zou me niet verbazen als ze echt gewoon gaan mee. Dan moet je toch wel eerst echt even wat veranderen. Je moet wel spelen allemaal. Je kan me niet zeggen dat je kampioen gaat worden met Jurgens in de spits. Ja, maar bro, hij gaat ook weg. Hij is sowieso weg. Ja, okay, maar boys, dat type bro. Boys, laten we terug gaan naar het EK. Even geen Feyenoord, is geen Feyenoord. Met die maar even bewust. Grote landen zijn eruit. We hebben het over Frankrijk, Duitsland, Portugal. En Nederland ook. Wie gaat nu het EK pakken, boys? Pim, wat zeg je? Hey, mijn land staat gewoon nog steeds, hè. Stabiel, Italië. Ja man, ik zeg ook ja, dat. Ja, nog steeds. Alle drie gezegd, toch? Italië. Het staat nog voor die toen al. Jullie zeggen alle drie Italië. Ja, ja man. Voor toen al zeggen, man. Ik denk Spanje pakt hem, man. Zonder Spita. Of nu trouwens wel. Spanje? Ja, Spanje pakt hem. Maar even, hè. Ik vind Morata niet nep. Ik ook niet. Maxi, ik vind hem niet nep. Je vindt hem echt nep? Maar echt nep. Nee, maar bro, hij is niet... Hij is niet een spits waarmee het EK gaat winnen. Ik weet wat het is. Ik geloof dat hij kwaliteiten heeft, maar ik zie gewoon aan zijn spel dat hij het speelt met onzekerheid. Dat hij heeft wel vertrouwen nodig. Ja. Hij heeft vertrouwen nodig, inderdaad. Maar deze trainer geeft hem wel dat vertrouwen, bro. Hij blijft playen. Ja. Maar hij heeft niks anders, toch? Want Rodrigo kan niet zitten. No, ja. die goal was lekker, hoor. Zeker. Die volley was lekker. Ja, maar ik ging hem knallen. Ik ging hem knallen, hij zit nep. Die volley had hij niet beter kunnen. Bro, blast het. Hij was van Pim, je vindt me nep. Ik blast het. Ja, die had hij wel. Die was te lekker. Maar ja, ook een penaltietje. Kan gebeuren. Oké, boys. Mayra zegt Spanje, wij zeggen Italië. Laten we kijken wat de mensen op straat hebben gezegd. Komen we zo bij jullie terug. We staan in de Amsterdam Sport. We zijn bij de Arena. Mijn naam is Pim, ik ben hier met Osasu. En we staan hiernaast. Michelle. Kim. Floor. Aangenaam. Hebben jullie het Nederlands elftal gekeken? Yes, zeker. Ja? En wat vonden jullie ervan? Ja, een beetje, het was wel leuk voetbal, maar het was een beetje, het einde was gewoon een beetje jammer. Het was een beetje jammer. Want het was heel slecht, man. Ja? Ja. Ja. De groepsfase vond ik wel gewoon goed. Mm-hmm. Maar tegen Tsjechië was afschuwelijk, man. Ja? Of was Tsjechië gewoon veel beter? Nee. Nee? Ja, ze zijn sterk, hoor, maar ik had het gevoel dat het wel konden doen, gewoon. Jammer. Jammer of was het gewoon ontiegelijk slecht? Verschrikkelijk slecht. Of was Tsjechië veel beter? Nee, het Nederlands was echt onder het niveau. Ja? Vooral gewoon bepaalde momenten waarop je beslissend moet zijn. Zoals die 1-op-1 van Malen. En eigenlijk moet je hem er dan gewoon inleggen. Ja, Oké, Nederlands elftal. We gaan even één iemand gaan we de grond in boren. Wie was het allernepste in het Nederlands elftal? Promes.
Wijnaldum, hij heeft veel gescoord, maar die laatste wedstrijd afwezen. Ja, okay. Ja, ik vond Wijnaldum, als je aanvoerder bent van het Nederlands elftal, dan moet je echt beter presteren dan dit. En ik heb hem zowel de eerste helft als de tweede helft helemaal niet gezien. Normaal gesproken is het nog wel dreigend voor het doel, maar uiteindelijk tweede helft... gewoon je kracht in dat middenveld zitten. En als dat blok dan niet helemaal functioneert zoals je het wil, en natuurlijk speelt die frustratie ook mee, dan wordt het wel een lastige wedstrijd. Ja. Als je het over Nederland-Tsjechië hebt, dat ik Frenkie toch wel vond tegenvallen. Ja? Oké, so if you look like... in the upcoming tournament, Germany is out, France is out, Portugal is out. Yeah. Who's gonna win? I think it's England. You think it's coming home? Coming home? I think it might be England. You're gonna sing the song is coming home? It might be. Football's coming home? I think so, maybe. Okay, wow. okay. België. Hetzelfde. Yeah? Italië? Ja, Italië speelt lelijk voetbal, man. Lelijk. Laatste 10 minuten goaltjes voor de rest. Ja, kijk, hij had andere mening. Dit EK niet. Nee, dit EK niet. Normaal wel. Dit EK spelen ze op zich wel mooi. Ja. Oké. Nou, ik denk dat als je het over landen hebt waarvan niemand ze dacht dat ze er nu nog in staan, dan misschien wel Kroatië. Met het voetbal dat Engeland speelt, zie ik het ook nog wel gebeuren. Het is wel gewoon lelijk voetbal, maar ja, uiteindelijk zou het daar wel mee kunnen lukken. Italië, ja, ik weet het echt niet. Het is allemaal zo gek, het gaat allemaal zo gek, ik zou echt niet weten. Ik zou het ook niet durven te zeggen. Kan je zeggen, het staat hier op camera. Ik ga het pakken. Nee, ik zou het echt niet durven te zeggen. Italië? Italië sowieso. Yes, we zijn weer terug. Veel mensen op straat zeiden Engeland, man boys. En dan wil ik het eigenlijk hebben over de Premier League nu. Maxi, jij bent Arsenal, ik ben Chelsea. Deze man is zoals Menu. Bro, leg me uit, waar is die liefde voor Menu vandaag gekomen? Bro, ik zeg je eerlijk, ik ben 2007 of 2006 met, een beetje met Bali begonnen. Mm-hmm. Toen won Menu, zeg maar, Champions League 2008. Ja. En sindsdien is het een beetje, je weet toch, Ronaldo, je ziet Rooney, dat soort boys hier allemaal. Denk je van, hé, hoe kan ik niet voor? En toen die tijd pakte ze ook Premier League en zo, toch? Klopt. Dus misschien was ik toen een succes supporter, maar sindsdien is die liefde niet weg. Is gewoon bijgebleven. Ja, wie was je op lijntje? Rooney of Ronaldo? Ik was gewoon Rooney, man. Prikken, man. Ja? Ja, man. Broer, een pleintje was... Ik vind het hard. Pleintje was ik gewoon, balletjes afwachten, binnen tikken. Wauw. Duidelijk, man. Hij is eerlijk, man. Nee, maar ik voel dit, man. En dat toen ging je naar, van FC Bijlmer naar Buitenvelde. Ja. Hoe was het bij Buitenvelde toen je daar kwam? Bij FC Bijlmer ging ik failliet, anders zou ik misschien niet eens daar weggaan, zeg maar. Mm. En toen gingen we naar Buitenvelde, kwamen we E-top. Maar we waren 2 jaar jonger volgens mij. Ik ging met Derek daar kwam. Yes. Dus toen was het gewoon van, we kwamen daar 2 jaar gespeeld. En toen kwam voor hem Utrecht, voor mij kwam Ajax en AZ. En toen werd ik niet aangenomen bij Ajax en toen ging ik naar AZ. En daar, niet aangenomen bij Ajax toch? Hoe voelde dat dan? Bro, ik heb gewoon een paar traantjes gelaten, man. Was gewoon, bro, ik woon 2 minuten van. Ja, man. Bro, we praten over. Toen werd ik niet aangenomen. Toen zeiden ze nog van, ja, misschien kan je dan wel naar Almere City gaan. Waarom lach je? Ja, Almere City was hard, bro. Nee, kijk, ik wou naar Almere City gaan omdat ik dacht van, bro, ik moet gewoon prof pakken. AZ was er nog niet, snap je? Mm-hmm. Mijn broer zei gelijk van, no skip. Gewoon niet doen, man. En toen, ik denk misschien 2-3 weken later kwam AZ, man. Hard. En toen AZ dacht je van, ai. Bij AZ 2-3 trainingen hadden ze me aangenomen en sindsdien de rest een beetje gezien is, man. Gruwelijk. Maar in die tijd dat je bij AZ zat, zijn ook andere clubs nog gekomen toch die je toen wilde hebben? Ja, man. Buitenland, binnenland. Er zijn wel veel clubs langs geweest. En buitenland? Buitenland, Arsenal. Ben ik ook geweest, zeg maar. Ben je daarheen geweest? Hoe was dat? Dat was gewoon, ik had Gimma op zaterdag. Ik vlieg na die Gimma vlieg ik naar Londen. AZ wist het ook. Vlog ik naar Londen, zeg maar. Toen ging ik gewoon praten met de hoofdscout. Kreeg ik rondleiding, alles. En heb ik die wedstrijd gekeken. Arsenal tegen Leicester. Ja. Toen Kante en zo nog Mahrez en zo. Dat seizoen gewoon. Ze speelden 1-1 volgens mij. En toen, daarna gewoon weer naar Oslo. Dat was gewoon snel, man. En toen, na die game dacht ik gewoon van, ik ga naar daar. Ik ga naar Arsenal. Ja. Hoezo uiteindelijk niet doen? Ik kwam thuis, je weet toch. Dan ga je een beetje nadenken en denk je van, hé, wat ik bij AZ heb is wel echt speciaal, zeg maar. Maar oké, maar neem mij mee, want kijk, met alle respect naar AZ, maar als ik Arsenal, bro, dan... Wat was het dat je dacht van, ik blijf gewoon bij AZ, wat ik daar heb is speciaal? Ik was 15 of zo. Nou, hoe oud was ik? 14, 15? En ik zat al onder 16, zeg maar, bij AZ. Ja. En ik was cappy daar. Dus ik was al doorgeschoven, plus ik was cappy. Dus ik dacht, toen, zeg maar, dat jaar dacht ik van, hé... Het kan wel gewoon, de kans is wel groot dat ik zeg maar AZ 1 ga halen. Mm.
En toen... Als dat is zo'n hard, ik kan niet. Maar wat was het plan bij Arsenal dan? Want je Arsenal zou ik in de 18 gaan spelen als 15-jarige. Dus dat was ook wel goed. Maar ik dacht van... Kijk, ik ging gewoon automatisch denken aan... Je weet toch, als boys naar Chelsea gaan. Ja. Ze halen niet. Wow, ja, als boys naar... Ja. Ze halen niet, zeg maar. Ik dacht van, nee, maar ik kan niet zo... ik kan niet zo eindigen, zeg maar, toch. Mm. Dus toen dacht ik gewoon... kwam ik thuis, dacht ik van... Hey, ik ga denk ik gewoon bij AZ blijven. Maar ik heb bij meerdere gesprekken gehad dat ik dacht van... Hey, ik ben weg bij AZ. Lijp man. Want juist, in mijn hoofd klinkt het van... Hé, hey, ik speel zoveel leeftijden al hoger. Ja. Is dat makkelijk voor mij? Laat me gewoon naar Engeland gaan. Ja, maar toen kwam AZ... Dus AZ wist dat ik naar Arsenal ging. Mm-hmm. En mijn joh, zeg maar, wilde ook dat ik kwam. Als zij waren gekomen, weet ik niet of ik er nog zou zijn, zeg maar. Dit is eerlijk, man. Dit is eerlijk, man. Die jongen is ook. Maar toen kwam AZ. AZ zei tegen mij van, je gaat als 15-jarige onder 19 spelen. Jezus. Dus ik sloeg, volgens mij sloeg ik sloeg onder 17 over. Onder 17? Onder 18. Ja, onder 17. Dus toen zat ik in onder 19. En toen dacht ik wel van, hey bro. Ja, vier teams hoger komen. Moet je wel blijven toch? Lijp. En ook je debuut gemaakt op 15-jarige leeftijd in de tweede divisie. Ja, klopt. Kiel, je speelt tegen mannen dan, bro. Ja, bro, ik zeg eerlijk, ik had het laatst met Kelvin erover van, dat was echt lijp, zeg maar, eigenlijk. Maar ja. Toen die tijd dacht ik gewoon van, ik kan het gewoon aan. Gewoon. Dus ik dacht er niet echt bij na. 15 jaar. Maxi, jij zei net van AZ die tijd was hard. Wat wil je daarover zeggen dan? Nou, ik zeg je, man, dat seizoen volgens mij dat jij daar speelde, nee, we waren geen kampioen geworden. Nee. Maar alle leeftijdcategorieën waren gewoon wel aan de top. Steady, man. Ja, steady. En het was altijd met Ajax, PSV. Soms PSV, ja. Niet zo, maar het was altijd met Ajax. Ja. Dus ik kon wel begrijpen dat het destijds bleef, man. Mm. En je zag echt ook duidelijk van die talenten kwamen. Vanaf toen, volgens mij, toen jij in de onder 15, 16 zat, kreeg AZ ook een beetje shine van, joh, die naam kom echt talent. Echt boys aan, zeg maar. Ja. Dat Owen, Kella ging ook vlammen die dus tijd. Vandaar dat ik hem wel begreep van, dat hij bleef. Hard. En je speelde als 15-jarige bij onder 19. Welke spelers zaten daar toen? Teun Koopmans, Kelvin. Maar Kelvin ging best snel naar Jong. Owen in het begin, maar Owen was ook best snel weg. Dat waren die boys die nu nog een beetje kent. Ja. Goeie man. Maxi, dus jij zou ook bij AZ blijven in die tijd? Nee, maar gewoon. Ja, maar die projectplan die ze voor jou uitgestippeld. Uiteindelijk is het. Kan ik snappen waarom je blijft, zeg maar. Maar als ze niet met die projectplan zouden komen en ik kijk naar mijn situatie. Yo, toch, ik ga gewoon naar Engeland, man, bro. Ik weet waarom, ik heb veel fan. Het is nog eerder. Ik ben voor Arsenal. Dat is wat hij waarschijnlijk ook zei als hij United was gekomen. Ja. Hey, waarom niet gewoon proberen? Maar ik zeg eerlijk, ik had meer bij mijn binnenlandse transfer, zeg maar. Had ik meer twijfels dan... Buitenland. Zeg maar. Omdat ik ook jong was. Ik was 14, 15. Ik dacht van, ga ik naar daar? Wie gaat mee? Ja. Moet ma en pa moeten stoppen? Ja, precies. Bij PSV Ajax had ik wel gewoon... Dat ik dacht van, hey bro... Ik ben kwijt. Als ik nu ga tekenen, ben ik lussel. Duidelijk, man. Mm. En hoe belangrijk was, want je zegt, ik zag veel boys die wel naar het buitenland gingen en het niet haalden. Hoe belangrijk was jouw omgeving? Want je vader heeft ook gevoetbald vroeger. Ja. Ook stage gelopen bij Ajax. Hoe belangrijk is jouw familie en je carrière eigenlijk? Ik zeg eerlijk, mijn ouders' mening is wel echt het belangrijkste voor me, denk ik, man. Boeit me niet wat andere mensen zeggen. Als mijn ouders maar achter me staan of zeggen van, hé, luister, denk hierover na. Wij denken er zo over. Maar het is niet van ze gaan zeggen van je moet dit doen, je moet dat doen. Nee. Okay. Ze laten mij gewoon mijn keuze maken, maar ze geven wel gewoon hun mening. Maar was dat bij de Arsenal-tory ook zo? Want je zei, ik kwam terug en ik dacht echt van... Mijn pa is voor Arsenal, echt. Zie je gewoon... je brein, bro. Dus mijn pa... Ik denk dat het misschien voor mijn pa het lastige was dat ik Arsenal zou afwijzen, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar achteraf dacht hij wel van, ik begrijp het wel. Maar hij vond het wel lastig. Hij dacht van, tering man, is zo snel gegaan. Ja. Shit, man. Ik kan mijn zoon naar Arsenal. Dus hij vond het ook echt leuk in het stadion en zo. Ja. Helemaal blij. Hij genoten daar. Ja. Sowieso, bro. Sowieso. Maar het is nooit te laat. Nee, dat is echt nooit te laat. Ja, maar boys, dat is wel makkelijk praten. Want je hebt twee zware blessures gehad. Hier hebben we het over, het is nooit te laat. Klopt. Dat kan toch ook door je hoofd spelen? Eerlijk, Maxi. Ja, ik hoor dat. Maar hoe ik hem ken, hij vertrouwt in zichzelf. Dus. Ja. Vandaar dat ik... AZ is niet eindig. Nee, AZ is niet het einde, hoop ik. Nee. Maar wat je zegt, ik denk dat het nooit te laat is om
naar die club te gaan. En hoe was het? Hoe was het? Want je ging revalideren bij je eerste blessure in Amerika. Je was met Zlatan. Hoe was dat? Ik was best nerveus voordat ik zeg maar daar kwam, zeg maar. Want ja, je zit in het vliegtuig, je denkt van hé, hoe is die man? Hoe gaat hij reageren? Hoe gaat hij doen met mensen? Kom je daar, die man is gewoon net als hoe jullie zijn, gewoon. Frankie. Ja? Gewoon, hij zei gelijk van hé, als je wat nodig hebt, connect me. Je toch, dit dat. Maar ik kan het taf, hè? Want hij heeft er geen baat bij om hem te gaan. Om gewoon bang te maken van, joh, ik ben Zlatan. Pak mijn kiksen bijvoorbeeld. Bro, maar bro, dan die flying kick. Ja. Hij is die kill. Hij is ook kijk. Ja. No, maar ik denk ook jouw energy was het ook. Als jij daar toe gewoon kijkt, een beetje zo van, hey, waarschijnlijk kijk je ook wel even zo. In het begin wel, maar daarna zei ik ook gewoon van, YouTube bent toch? Ja. Ik ben niet arrogant, maar gewoon, ik heb gewoon vertrouwen. Ja, snap dus ik. Ja, zei ook van, als jij een echte leeuw bent, ben ik gewoon die kleine leeuw die... Die ook beats gaat worden, snap je? Ik dingen triggeren die man, ja, is... maar ik loef dit, snap je? Ik vind het hard, man. Ik vind het hard. Ik heb ook zin in die film, man, die van hem uitkomt. Ja, ja, ik zag het, man. Ik denk, ja, daar, man. Maar ik vind die kill die hem speelt wanneer hij klein is, net, man. Wat? Als een van het daar, die casting was puin, man. Maar zeg maar bij Mamo, dat hij een beetje ouder is, ja, ja, dat lijkt op Zlatan. Ik hoor je, ik hoor je. Maar jij weet hoe hij eruit zag toen hij nog dingen was? Ja, hij had geen blonde koek, bro. Ik was ook niet blond. Ik had geen blonde koek. Als je niet blond was. Ja. Geen blonde koek, bro. Heb je met hem nog gesproken over zijn tijd in Nederland? Ja. Hij zei dat hij toen zeg maar voornamelijk een beetje met Andy van der Meijden en... Mido. Mido, juist. Ja, een beetje kloten was en zo. Ja. Ging hij gewoon verhalen uitleggen en zo. Hij woonde in Diemen ook. Dus veel verleiding en zo. Ja, in het begin. Dat hij toen niet kon laten zien wie hij was en zo. Hmm. Dan had hij dat gewoon geskipt. Ja, die man lijkt me wel iemand waar je mentaal wel echt sterk van kan worden, toch? Ja, maar ik denk dat hij ook niet gelijk zo was. Ik denk dat hij ook een beetje gek was in het begin. Sowieso. 100, sowieso. Hier in Amsterdam opeens voor het ja, eerst. Ja, is leuk, man. En als we nu doorgaan naar je debuut in de Eredivisie en je debuut bij Oranje, wat voelde lekkerder? Oranje, man. Ja, ja, ja? Je zegt het nog zo. Ja? Had je niet die vijf van, joh, ik ben echt hard gaan bij door al die jeugd elftallen gaan en ik ben nu gewoon bij één. Ook al heb je dat ook gehad bij Oranje. Dan. Bro, NL was echt, dat, ja, ja, je zegt wel wat. Kijk, bij AZ dacht ik gewoon van, ik kom terug van Blessa, ik ben terug. Ja. Oh ja, ja, ja. Maar bij NL dacht ik van, wauw, je keek naar Van Persie en zo. Ja. Mm. Ik denk van, hey, ik zal ook hier. Ja. Snap je? Ja. Dat was het gewoon. En ik zag gewoon, ik stond op veld met boys dat ik dacht van, hey, ik keek gewoon misschien 3-4 maanden geleden. Nee. Drie, vier maanden daarvoor keek ik gewoon naar jullie van, hey, ik wil echt graag ooit met jullie plaaien. Snap je? Ja. Frankie, ik kan niet verwachten, ik zou met hem plaaien, zeg maar. Nog niet. Nog niet. Jordi Kiewer. Nog niet. Ja. Nog niet. Barca. Hij is welkom. Nee, man. Hij is welkom. En wist je dat je zou scoren bij Oranje, eerste game? Hey bro, ik zeg eerlijk, ik genoot gewoon van die game, man. Goed dat, ja? Ik dacht gewoon van... Maar ik wilde wel gewoon prikken, tuurlijk. Mm. Ik ben spitta uiteindelijk, ik wil gewoon scoren. Maar ik kwam links buiten erin, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Ja, klopt. Dus... En ik had Kella, dus ik dacht gewoon van, hey, ik ga zo één sticker kunnen krijgen. Ja, ik dacht, één sticker krijgen. Maar heb je altijd spits gespeeld trouwens? In de jeugd, altijd spits? Bij AZ begon ik, bij Buitenvelder was ik was ik nummer 10. Uh-huh. En toen ging ik naar AZ, begon ik linksbuiten. En toen volgens mij, tweede wedstrijd nadat ik was aangenomen op spits. En sindsdien niet meer weggaan, man. Hard. Geweldig, ja, man. Ja. Dik. Oh, ja. En even, boys. We hebben hier Maren, nummer 9. Met welke buitenspelers zouden jullie hem zetten? Je mag, alle buitenspelers mag je kiezen. Van de hele wereld. Hele wereld. Maar hij hoeft niet per se met in het drie-spitsen systeem te spelen. Ik zei, hij kan ook met twee spitters, zeg maar, met gewoon twee spitters spelen. Maar ik stel je nu de vraag. Ja, ik snap je. Dus ja. Nee, maar bro, dat ja, allemaal leuk aardig, maar twee buitenspelers. Ja. Wie zou ik gewoon van way back en nu maken? Nee, nu. Goeie vraag. Die gek. Ja. Goeie vraag. Ik zou... Ik weet het zelf ook niet, man. Ik zet hem wel met Sancho op rechts. Ik zeg Sancho op rechts. Hey, maar broer, ik dacht, ik praat over NL hier zo, maar broer. Oh, nee. Gewoon wereld, broer. Gewoon wereld. Sancho op rechts. Hè? Ja. Sancho ja, sowieso. En op links. Hé, hey, zet maar Ansu Fati daar. Hé. Hey. Kan werken. Hey, in mijn hoofd staat Dembele zelf, maar Ansu Fati kan wel doen, man. Of Grealish. Ik weet het ook al. Nog steken. Ik wil Grealish op Donny, daarachter. Oké, dat kan wel. Is gezeik, man. Oké, we gaan hem zetten met Sancho op rechts. Ja. Ansu Fati op links. Ja, Grealish op Donny. Wat zeg je, Donny?
Ja, dat is veel Golas, denk ik, man. Niet alleen voor mij, maar ik denk iedereen deelt mee. Iedereen gaat laaien. Hij kan ook uitwerken, zegt hij. Ja. Boys, laten we een sprongetje maken naar Jong Nederland tegen Jong Frankrijk. Ik denk dat wij drie die game sowieso hebben gegeven. Ja. Deze man staat op het veld. Hoe was het tegen Upamecano en Konaté? Bro, ik zeg je eerlijk, dat was wel even aan het niveau, man. Die moest wel echt de hele wedstrijd gefocust zijn. Ja. Maar ik vond dat ik slecht speelde, zeg maar, die wedstrijd. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het toch, zeg maar, ja. We hebben het nu allemaal over die twee goals, zeg maar. Ja. Maar ik speelde die wedstrijd echt slecht, vond ik zelf. Maar maakt dat voor jou dan nog uit? Nee, toch? Je hebt gescoord, bro. Twee keer. Je hebt gewonnen. Die wedstrijd wel, man. Ja, toch wel? Ja. Omdat je die wedstrijd toch had van, iedereen kijkt die keer, man. Dat wel, ja, man. Ja, maar ja, uiteindelijk word je toch afgerekend op wat je levert. Wat ik heb gedaan. En je levert twee goals. Ik snap wat hij bedoelt. Iemand met Bali-kennis gaat gewoon zijn hele game gewoon analyseren. Ja. En denken van, joh, okay, jij hebt wel twee keer gescoord, leuke nadag. Maar hij heeft hier en daar veel balverlies gereden. Ja. Of, mm-hmm. Hij was niet sterk daar. Mm-hmm. Dus ik kan wel snappen dat hij dacht van, hé, hier tellen niet alleen die goals, maar ook mijn gehele spel. Ja, maar neem aan dat je wel gewoon met een voldaan gevoel het veld hebt. Ik dacht wel van, oh ja. Ja, we hebben wel geregeld met z'n allen. Ja, maar dat is denk ik ook wel wat een beetje is veranderd, toch? Vroeger had je echt gewoon spitse goals maken qua Inzaghi, ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar nu wordt ook echt van een spits verwacht meevoetballen, ja, dit, dat, zo. Had je dat vroeger niet echt? Minder, bro. Minder, gewoon echt minder. Je moest gewoon scoren. Ik denk zeg maar dat vooral Nederlandse spitsen, je hebt Kluivert gehad, zeg maar. Ja. En sindsdien is het gewoon dat verwachtingspatroon van, hé, ja, dit is het. En iedereen die gewoon minder doet. Ja, man. Ja, Kluivert van Nistelrooy, man. Snap je? Echt. Ja, Kluivert van Nistelrooy van Persie. Kom goed, toch? Ja, verschillende soorten spits. Ja, wel echt af. Maar ik vind dan van Persie weer een ander soort spits. Ja, die vind ik dan weer wat moderner, toch? Echt weer mee. Van Persie kan ook zeg maar eerder aan de zijkant spelen. Precies, ja. Gewoon ook zijkant. Oké, als we die drie hebben dan. Kluivert, van Persie. En Van Nistelrooy. Wie starten, wie bench en wie... Nee, man. Moeilijk. Maar wat verwacht je van die... Bro, dit is gewoon voorkeur. Ja, maar ze zijn allemaal hard. Ze zijn allemaal hard. Voor mij... Gewoon voorkeur. Maar ik denk eerlijk gezegd, als ik gewoon... Nee, maar ik vind het moeilijk. Maar dan ga ik nu scenario's moeten denken. Ja. Ik zeg eerlijk, ik heb dingen niet echt super veel gezien, man. Kluivert. Ja. Alleen ja, ik heb een beetje highlights of zo, maar... Als ik nu echt moet dan kiezen, moet ik op mijn ouders vertrouwen. 95. Dan moet ik op mijn ouders vertrouwen. Dus ik speel met Kluivert. Kijk, weet je wat het is? Ik zeg je eerlijk, wij hebben wel dat gezien. Ja, ja. Ruud van Nistelrooy, kijk. Je was echt anders, hoor. Maar Ruud van Nistelrooy bij Man United was niet netjes. Bro, bij Heerenveen al, PSV al, Man. Dat sowieso, maar hier was die level gewoon, ah cool. Maar de pen die Prem ging? Van hem ging ik wel echt als een goalas terugkijken. Van joh, hard. En ik heb altijd gezegd, hij kon geen goals maken buiten de 16, maar wel ook gesnoerd. Ik zag een paar goals buiten de 16, dan ben ik van één. Ja, regelen. Maar ik moet even kijken. Ik vind het wel Ik vind het ook lastig, man. Ik denk zeg maar... Nee, ik kom ze allemaal nog tegen, man. Dat is het erge, gewoon. Dat is het erge, maar... Deze is sowieso lastig, maar je kan bijna niet eens kiezen, man. Deze is sowieso lastig. Ik ga wel kiezen. Ik denk, ik start met Van Persie. Op de bank zet ik toch Kluivert. En dan kat ik Van Nistelrooy met veel pijn in mijn hart, hè. Ja, ik zit ook te kijken. Ga ik met je mee in die? Ik ga spelen met Kluivert. Ik denk dat ik... Of nee, ik ga het gewoon makkelijk voor mezelf maken. Ik heb Kluivert niet vaak gezien. Ik ga Kluivert dan gewoon kaarten. Ah ja, oké, dat is eerlijk. Maar Van Persie start bij jou? Van Persie start. Ik ga voor... Oh. Bro, je krijgt geen... Nee, maar bro, ik snap je. Jij ziet alle scenario's. Ja, maar ik zie het wel. Nee, man. Nee, ik ga Van Persie skippen, man. Ah ja, dus wie start? Kluivert. Kluivert start, Van Nistelrooy op de bank, Van Persie eruit. Jij? Voor mij precies hetzelfde. Kluivert start, Van Nistelrooy. Ja. Bij mij ook hetzelfde, man. Ja, toch? Ja, bij mij ook hetzelfde. Hij is stabiel, man. Ik wil erbij als fietsen. Oké. Boys, we gaan nu even in de stoel van Sakwa nemen zitten. Waar eindigt... Niet eindigt, wat is de volgende club van mij dan? Maxi, gok gewoon iets. Nu. Ik hou van eerlijkheid, hè. Dus. Ja. Ik ga jullie eerder laten, dan kan ik even nadenken. Pim, volgende club Meiden. Hij komt naar mij toe, hij komt naar Milaan toe. Inter. Nee, sorry, hij komt bij Inter spelen. Inter. Ja, Oké. Interesting. Het is een hele goede man wat je daar zegt. Het is geen gekke shout. Lukaku vervangen daar. Ja.
Nou, ah, die is niet gek. Die is niet gek, die is niet gek. Maxi, wat zeg je? Ik ga voor Borussia Dortmund. Doe gaat daarin, denk ik. Als Haaland Lusso gaat. Dan hoor ik je ook wel. Wie heb jij? Oh, ik. Ja? Ja, jij gaat er niet onderuit komen. Ik weet dat hij gaat zeggen, bro. Wat ga ik zeggen? Bro, die spitter van je squadra draait niet. Op dit moment. Je gaat hem weer uitnodigen? Nee. Yo, je kan ook met dinges toch? In een 3-5-2 systeem kan je ook gewoon. Kan ik ook renderen. 3-4-3 kan je ook toch? Ja, ja. Ja man, Marina, Chelsea. Regel die maar even snel. Regel die maar even snel. Maar het zal wel werken, man. Het is tijd om Marin onder druk te zetten, man. Ja, man. Ga je 4 vragen stellen over het EK, weer ready? Ja, man. Bro. Allee, let's get it, man. Katine vragen, let's go. Yes, we zijn weer terug met Katine vragen. We gaan Marin ondervragen. 4 vragen over het EK. Pim, de floor is yours, man. Ja, man. Ik heb vorige week Maxi gezien. Geen beetje left, maar maakt niet uit. Ja, we gaan kijken wat jij gaat doen. Ik ga gewoon niet zeggen, die zijn duidelijk tegen mij. Omdat ik bij die stijf hoor, snap je? Hoeveel ga je er goed hebben, Maarten? Van de 4. 4 vragen, 3. 3? Ga ik hoor. Dus eentje meer dan Maxi. We gaan kijken. 3. De eerste vraag. We kennen natuurlijk allemaal Antonin Panenka. De voetballer die als eerste de Panenka scoorde. Die scoorde die op het EK van 1976. Ja. Tegen welk land was het? Jezus. Ik heb 4 opties voor je. Spanje, West-Duitsland, Tsjechoslowakije en Hongarije. Je moest wel naar zijn geboortejaar kijken, man. West-Duitsland. Hé! Hey. Ja, man. Dit was een wilde gokje. Ik zag bij jou. Ik was ook verrast van je. Ik heb het gevoel van West-Duitsland, een beetje, dat werd een beetje zo genoemd vroeger. Nee? Ja, ik hoor je. Oké. Dan gaan we naar dit EK. We gaan natuurlijk verder in het toernooi. Finale komt aan. Ja. Wanneer wordt de finale gespeeld? Is het 10 juli, 11 juli, 12 juli of 20 juli? 12. Nee? Nee, is 11 juli. Die boys zijn helemaal geboren, man. Ja? We gaan het daarom gooien? Bijna zo toch. Ze dachten ze zou een finale halen toch. En toen zeiden ze tegen 12 juli. 12 juli. Hey, dan moet je het gewoon zeggen van waarom jullie geloven. Gewoon geloven. Oké. We gaan naar de derde vraag. EK 2016. Wie was de topscorer van dat toernooi? Weer 4 opties voor je. Giroud, ja. Perisic, Ronaldo en Griezmann. Griezmann. Ja man, dat is wel weer. 6 goals. Ja man. Oh, die had ik moeten weten, man, die finale. Ja, die moest je goed hebben. Ja, man. Die moest je goed. Ik zag je onschudden bij 11, ik dacht van schudden deze man. Ja, kijk. Maar dat wist jij ook 11? Ja, 11. Ja, ik dacht 12, man, bro. 11, dat weet je ook. Ja, dat weet je ook. Oh, ONSO zegt tegen mij 12 toch? Oh, Ryan. Iedereen zegt 12, ik dacht 12, man. Ik zit echt met die vissen, ze praten over die vissen. Ja. Trouwens, maar eigenlijk wie van de spelers met wie je nu allemaal hebt gespeeld, denk je van die gaat trainer worden? En een harde trainer ook. Met wie ik heb gespeeld? Ik denk Teun. Teun? Ja? Ja, ik zie het helemaal. Teun Koeman is wel zo iemand die zeg maar tijdens trainen echt kijkt wat de trainer doet. Ah, ja. Of jongens die daar totaal niet naar. Ik zie, je kracht je keer. Wat vind je? Nou, ik zou hem daar ook in schuiven. Hoe ik hem van buiten afzien, zeg maar. Snap je? Maar ik dacht misschien, je zou zeggen, Dani de Wit of zo. Mm. Ik weet niet, ik denk dat hij na zijn carrière gewoon gaat chillen, man. Gewoon. Ergens. Ben jij zelf dan? Ik hoor? Nee, ik zie dat mezelf niet doen, man. Nee? Spitsen trainen. Dat zou wel kunnen, ik zou dat wel leuk vinden. Dat lijkt me wel handig. Ja, ik zou dat wel leuk vinden. Dat lijkt me wel. Op je eigen gebied? Ja. En wie is je favoriete trainer eigenlijk geweest? Als je kijkt naar het buitenveld, het FC Bijlmer, AZ, Nederlands elftal. Lera Echter, denk ik. Lera Echter heeft me wel gemaakt tot de speler die ik nu ben, zeg maar. Hey, wauw, dat is dus, wel een uitspraak, man. Bro. Ja, naar Lera. Dus, nee, ja, Lera. Ja, man. Lera is wel echt, ik denk dat als je nu ook al die boys zegt, Owen, Kelvin, zijn broertje, Emmanuel. Mm-hmm. Iedereen kan gewoon bevestigen dat hij niet alleen een people's manager was, maar ook gewoon echt zijn tactiek gewoon echt iedereen in geloofde, zeg maar. Hard, man. En wat deed hij dan? Ja, wat was hij zo goed? Het was gewoon, zeg maar, ja, ik, nu ga ik hem echt veel prijs geven. Je zou denken dat dat hij een beetje als Guardiola was, maar dan gewoon, Guardiola is echt een freak, zeg maar. En Lera deed het gewoon op zijn eigen manier. En we voetbalden ook op die manier, zeg maar, snap je? Ja, okay, dit is hard, man. Je haait die man wel, man. Maar hij heeft wel gelijk, man. Ja? Hij heeft wel gelijk, man. En wat ik wel voelde van hem ook, is van dat hij die boys ook echt begreep. Mm. En hij ging gewoon letterlijk met
Maakt niet uit met oudere boys, jongere boys, gewoon hetzelfde, gewoon allemaal. Dat is wel hard, man. Ja. Dat is echt hard, man. Een sterke kwaliteit, man. Ja. Maar voor die kleine jongens en meisjes die ook profvoetballer willen worden, wat is die boodschap die je ze gaat geven? Het enige wat ik kan zeggen is gewoon plezier houden. Ik denk op je pad gaan veel mensen komen die het zeg maar niet gunnen. En daar moet je geen aandacht aan gaan schenken. Dus gewoon plezier hebben. Gewoon altijd willen laten zien wie je bent. En je moet niet bang zijn om fouten te maken, denk ik. Deze is hard, man. Niet bang zijn om fouten te maken, man. Ik loop die, man. Sterling is niet erg. Die fouten pas. Kan gebeuren, man. Kan gebeuren, man. Dit was weer de aflevering van Kantine Praat. Mijn naam is Jamil Mesa. Ik was hier met Tim. En met de one and only. Maxi. Maar we willen jou bedanken. Love. Dat je er was, man. Love voor het vragen, bro. Ja, ik waardeer het. See, we out.